We zijn afhankelijk geworden van onze informatievoorziening van eigenlijk Amerikanen en Chinezen. Wij kunnen in Europa, ja, kunnen we dat niet. Dat is een mega probleem. Zoals we imagination hebben vastgelegd in auteursrechten, zoals we uitvinding hebben vastgelegd in octrooien, zo zou je ook het gebruik van persoonlijke data apart moeten vastleggen. Wat er nu gebeurt is dat Facebook die verzamelt in ruil voor een app jouw data. En daarmee wordt de bezitter eigenaar. En zij verdienen honderden miljarden aan deze business. En hetzelfde geldt voor Microsoft, hetzelfde geldt voor Google, hetzelfde geldt voor Apple, voor al die grote clubs. Die halen de basisinformatie van mensen naar zich toe en zij monetiseren dat. Nou, en wij moeten als maatschappij dat zelf gaan doen. De grote motor achter ontwikkeling is eigendom. Eigendomsrecht is individueel en ligt individueel vast. Dus ik kan niet in een boot stappen, naar Ghana gaan met mijn boot en dan mensen inladen en zeggen: nu ben je van mij. Nee, dat kan niet. Omdat het eigendom van die persoon ligt gewoon vast in allerlei handvesten en dat is niet toegestaan. Dat zie je nu rondom data gebeuren, precies zo. Onze data, die zijn niet van jou en van mij, nee. Die geef je aan een partij die vervolgens dat verkoopt aan derden. En zelf daar honderden miljarden aan verdient. Zuckerberg die heeft dus geen eigendomsrechten, maar die verzamelt alles omdat er geen eigendomsrecht omheen zit. En daarmee wordt hij de eigenaar. Je moet hier gewoon veel actiever beschermen wat je hebt. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat wij een soort van wingebied worden voor stel Amerikanen in Silicon Valley. Dat kan toch niet, man? Gewoon door gebrek aan drive, aan energie, aan plan. Terwijl wij, ja, we weten niet eens welke informatie ze hebben. We weten helemaal niks. De grote motor achter ontwikkeling is eigendom. Waarom? Omdat eigendom regelt dat informatie goed geregeld wordt. En als informatie niet goed geregeld is, wie waarbij mag, dan krijg je uitsluiting, je krijgt politieke manipulatie. Je gaat gewoon als maatschappij gigantisch inleveren. En als je dat niet beheert, als je daar niet keihard voor opkomt dat je dat met de groep beheert, als je dat overlaat aan een private partij die zonder kostprijs daar maximaliserend his own interest mee om kan gaan, dan ben je bezig, dan ben je op weg naar serfdom. Nou, dan ben je op weg naar slavernij. Moderne technologie vraagt om een antwoord waarbij het niet in private handen alleen maar is. En wat nu het geval is. En nog steeds heb je dat eigendom en er mag nog steeds mogen allerlei partijen die dat ontwikkeld hebben geld aan verdienen, maar niet meer at a free ride. Ze moeten de eigendomsrechten honoreren. Namelijk dat ze niet jouw DNA kunnen gaan verkopen. Dus waar mogen ze dan wel je telefoonnummers verkopen, bij wijze van spreken, of je e-mailcontacten of aan adverteerders. Dus je moet naar iets toe waarbij je eigendom kan toekennen. En je dat dan vervolgens kan afspreken hoe de groep met dat eigendom omgaat. Als Nederlandse overheid kan zeggen, kijk, wij regelen dat zo. En dat is die mag dit zien, die mag dat zien. Dat je dus kan laten zien waar het vandaan komt. En dus dat je eigendomsrecht kan vastleggen. En als je dat regelt, nou, en dat is een ongelooflijk economisch exportproduct. Het is gigantisch. Er is niks zo mobiliserend als iets wat een probleem is en waar eigenlijk iedereen het mee eens is en wat gewoon schreeuwt om een antwoord en het wordt niet gedaan.
What the fuck zijn we aan het doen? Ja, je moet het je eigen maken. Je moet een mening vormen. Iets zelf geloven, anders gaat er niks veranderen.